Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, nou korte video in ieder geval. Vandaag ga ik de winnaar bekendmaken van de giveaway op YouTube. Op Discord komt vanzelf morgen, dus donderdag, om 7 minuten voor 5 wordt die bekendgemaakt door de giveaway bot. Dit heb ik net al opgenomen en er is net al een winnaar uitgekozen. Ik ga verder niet zeggen wie. Wat ik wel ga zeggen is tot ik toen de comments ging doorkijken en tot ik toen of zijn naam ging plaatsen in de comments en toen eigenlijk wel zag dat hij reageerde op andere mensen die zeiden van hey, mijn rage plugin hoek start niet op of hey, mijn LSP deval crasht, en vervolgens reageert hij dit probleem heb ik ook. Dus ja, dan vind ik het, dan lijkt het mij bijna 100% zeker dat jij gewoon een GTA hebt. Dus dan helaas voor degene die nu misschien wel door heeft dat hij het was, maar in ieder geval ik ga geen namen noemen. Ook kreeg een paar comments met een paar winnaars waar niet echt bekend in stond van ik wil winnen, ik wil de key winnen. Bijvoorbeeld mensen die zeiden gefeliciteerd met de 20k, ja dat kan zeker, dankjewel daarvoor. Maar ja, sorry, ik kan daar niet uit uitleiden dat je meedoet aan de giveaway. Dus nu, we hebben 279 comments in totaal gefilterd. Als ik het uitzet, dus stel alle comments, dan zijn dat er 345. Dat betekent dat die overige, ik kan niet rekenen, 279 min, of 345 min 279 is geloof ik iets van 67, 65, 66 of zo. Het zijn dus 65 comments van mensen die meer dan 2 keer hebben gereageerd. Nou goed, aan de ene kant maak je dan meer kans. Aan de andere kant gaan we er nu gewoon vanuit dat de winnaar die komt gewoon duidelijk meteen aangeeft dat hij de giveaway wilt winnen. En de rest die in beeld komt waarvan ik zeg van niet duidelijk, die komen ook niet in beeld om ja, teleurstelling te voorkomen. Ik denk dat het ook niet leuk zou zijn als ik mijn eigen naam hier zou zien en denk van yes, gewonnen. En vervolgens zegt diegene van ja, maar je laat niet echt duidelijk merken dat je hebt gewonnen. Dus ja, snap je? In ieder geval, ik ga nu dus gewoon de comments ophalen. De 279 comments die dus uniek zijn, zeg maar. We gaan starten en daar komt hopelijk een winnaar uit die duidelijk aangeeft dat hij de key wilt winnen. Dat is dus niet duidelijk. Stond gefeliciteerd. Nog een poging. Ik wil graag winnen, gefeliciteerd met 20k. Ja, Brian, dat lijkt me een heel duidelijke. Wat ik doe, ik klik op Brian. Nou, hier zie ik alleen maar Fortnite, als het goed is. Nou, top. Voor de rest, het ging er niet om wat er hier met Fortnite. Maar het ging er meer om dat ik nu weet van het is Brian. 5 abonnees en zijn video URL sla ik, of zijn kanaal URL sla ik op. Dat wil zeggen dat als jij zo dom bent om deze profielfoto of zo slecht bent deze profielfoto en deze naam dadelijk even snel aan te passen naar je eigen kanaal en dan te zeggen jee, ik heb gewonnen, daar ga ik niet in trappen. Wat Brian, wat jij mag doen, je mag met dit YouTube kanaal dus een comment plaatsen van hey, ik heb gewonnen, leuk. En dan mag je daarbij je e-mailadres zetten of je Discord of je Instagram. En via die weg ga ik een van die drie of alle drie ga ik jou benaderen. Je krijgt 4 dagen de kans om op deze video te reageren. Doe je dat niet, ga ik een nieuwe winnaar kiezen. En als jij mij een bericht hebt gestuurd in de comments dus van hey, ik heb gewonnen, mijn e-mailadres is dit of mijn Instagram is dit of mijn Discord is dit, dan ga ik jou die key geven. Dus de winnaar van de Discord giveaway, ook de GTA key, die komt morgen pas. Maar voor nu dus Brian, gefeliciteerd. Ik ga wel nog even snel de comments doorzoeken om te kijken of jij al vaker hebt gereageerd. Als je dat niet hebt gedaan, dan heb je gewoon heel veel geluk gehad. Ik gun het altijd wel wat meer mensen die vaak reageren. Ik doe het ondertussen nu heel snel op mijn telefoon. Zo, jij hebt heel veel gereageerd. Veel. Ik denk dat het wel leuk is dat jij dan de winnaar bent, want dan gun ik het ook wel iemand die al sinds een jaar zeker op mijn video's reageert, zie ik. Dus Brian, van harte gefeliciteerd en ik zie graag je comment tegemoet en ik hoop dat je ook op tijd reageert. Mensen, jullie bedankt. Ik ga jullie morgen weer zien bij een nieuwe video. Dat gaat zijn met Kamar en niet zomaar met Kamar en er gebeurt superveel. Dus ik zou zeggen tot morgen.